Ondertussen is Anaïs erbij gekomen om paarden te onderhouden. Wat een chance. Echter, om met haar te communiceren, spreek je best een mondje Engels of Frans. Congratulations, please. Heeft u uw pamper u maar net gered, dan draagt u vanaf nu de stempel van de Sur Janet. Van al wat... Hallo iedereen. Ten eerste, ik weet dat mijn lips niet goed zit. Ik moet die nog even herdoen. Maar dus, ik was op Instagram aan het kijken op Imani, haar story. En ik zag dat het er heftig aan toe... Nee, is niet waar. Ze heeft gewoon op haar story gezet... Losgaan met nog iemand, ik weet niet meer wie, op Rijwaanbeet. Dus ik was van, is er iets doen op Rijwaanbeet? En op het moment dat ik haar story aan het bekijken ben, kreeg ik een bericht van Boudin. Hi, it's a party, kom je dus? Heb ik aan mijn papa gevraagd wat hij mij wilt voeren en hij zei ja. Dus ja, ik kom er niet onderuit, ik ga feesten. Allee, feesten. Dus, yeah. Oké, show, I'm ready. Belichting ziet er altijd disgusting uit. Wat ik aandoe, ik ben eigenlijk echt gewoon volledig in zwart. En het thema is glitter en ik heb echt niks glitters behalve deze kousjes. Show. Yeah. Ben er. Zal ik door de stal gaan? So we're here. She is like glitter. Ah, heb ik al gezegd? Het thema is glitter. Als je nu nog niet door zou hebben. Check mijn haar. Wauw, en dan heb je mij. The only glitter I have. So yeah. Ah, mijn nails. Yes. Wow, that's beautiful. Kom! Ja, we gaan dansen. Ik kom eraan. Jij maakt me dingen, zo maar blijf je staan. Geef jij je hand, ik pak je last. Voor nog een keer, allemaal. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila conmigo. Baila, baila, baila conmigo. Baila conmigo. Het zweet loopt van mijn gezicht. Ja, het is daar zo warm. Oh my god. Letterlijk, dat haar is nat. Mijn voorste plukjes ook. Ja. Maar bij u valt dat iets op? Nee, amai. Maar ik heb wel een zweetsnor. Ja, dat heb je wel. Ja. Ik ga dat denk ik echt laten injecteren of zo. We zijn even aan het uitrusten. Ja, straks gaan de platte schoenen aan. Ja. Is nu al de muziek voor de ouderen of niet? Ja. Ah, echt? Nu al? Voor ons, hè. Ah, ik dacht... Omdat hij zei, waar zijn die oudjes? Of wat zei die? Ja. Ik zit een nieuwe, ik kom hier.
met een glimlach, een knipoog, een rijm en een zin. 2020 wordt een prachtig jaar vol nieuwigheden, in welke we gul al onze nieuwe abonnementen zullen besteden. Hajmalovski Grozhnozhnev. Volle galop door veld en zee, die men bij jammer genoeg wel in zijn kleine houtje mee. De Benjamin is aan heel boos, wat is dat toch voor een gemoos? Een bokje hier, een drafje daar, zet een innocent al maar klaar. Hart wandeling wilt en gek, en heeft u uw pamper u maar net gered, dan draagt u vanaf nu de stempel van dressuur Jeannet. Van al dat ticketje hier, ticketje daar, onze leningen om nieuwe ticketjes te kopen is loodzwaar. Maar met ons laatste ticketje op zak rijden we de pannen van het dak. Want bij de volgende les zijn we terug platzak. En werken we ons niet meer in het zweet, dan is het Elaya met de lange zweep de piste betreden. Uitgangskledij of wedstrijd outfit gekleed. Elaya is een echte vrouwenmagneet. Vandaar die rijmpjes. Nu ben ik mee. We krijgen soms wat salami en speciale kaas. Daarop worden we getrakteerd door de grote baas. Als de limoncello in de maan is gezopen. Moment. Kan Peter wel niet meer van de trap lopen. En met Sibel achter de toog gaan we allemaal naar huis met uren retard en in een hele grote boog. En Sibel, we hebben gesmeekt om het recept te krijgen van uw spaghetti saus. Dat mag je echt niet vergeten. Want als onze kinderen thuiskomen van het paardenkamp, willen ze onze saus niet meer weten. Blonde diva en kleine meneer. Ons hart stopt elke keer. Daar zijn die Italianen weer. Benjamin hoort ze dan veel ping-ping betalen. En welke van onze lievelingspaarden komen ze nu weer uit de Marijn? En de stapmolen is nu binnen. De Pietersen, hun lui lekker leven, kan beginnen. Die stapmolen is inderdaad maar lang wachten en dat gaat niet veel. Binnen 2 jaar wordt hij zo waarschijnlijk in de instantie. En ondertussen is Anaïs erbij gekomen om paarden te onderhouden. Wat een chance. Echter, om met haar te communiceren, spreek je best een mondje Engels of Frans. Congratulations, please. Echter, is iedereen in de carouseltraining over het goede niveau verwonderd? Dan loopt deze carousel in de kerstles wel in het honderd. Benjamin is in de les vanaf nu maar kordaat, want volgend jaar staan we voor de carousel weer paraat. Laten we allen klinken op het nieuwe jaar. Wat we eigenlijk willen zeggen, we zien jullie heel graag. Niks meer. We hebben daar even bij die box gestaan dat die gewoon pijn maakt. Een sipje? Ik voel nee. Maar een sipje. Auw, mijn voeten. Ik denk dat we vooral kunnen concluderen dat de mama's heel actief zijn. Onderweg naar huis. Toen is ze aan het rijden. Voor de eerste keer met vriendin in de auto. Ah, echt? Ja. Oh, oh. Dat is echt raar. Ik dacht dat ik al mee mag zitten. Nee, nee. Ik zal mijn chopinage gaan halen. Het is echt cool. Ik val wel mee, vind ik. Ja, ik heb echt cool. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nu weten jullie ook hoe de nieuwjaarsreceptie er bij ons op Nijwa Piet uitziet.
Vooral veel zotte mama's en kindjes. Yep. Yep. Doei. Show, bye.